Welkom alle deelnemers aan deze online live sessie op Nijenrode en dank voor jullie deelname en belangstelling voor het Nijenrode Executive Insurance Programma. Mijn naam is Gerber Jorritsma, ik ben als kerndocent verbonden aan Nijenrode en ben de programmamanager voor dit programma. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud en de uitvoering van dit programma. Vandaag ben ik jullie gastheer voor deze sessie. We beginnen straks met een korte toelichting op het programma door Richard Wörding, de directeur van het Verbond van Verzekeraars. Vervolgens zal ik nog een korte toelichting geven over het unieke karakter van deze opleiding. En zullen we samen kijken naar een discussie met twee kerndocenten die deelnemen aan het programma. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ik zou graag jullie willen verzoeken jullie vragen via de chat in te dienen. Ik maak graag even plaats voor Richard Wörding voor zijn toelichting op het programma. Onze sector staat voor enorme uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering, de klimaatverandering, energietransitie, ethische vraagstukken, reputatiekwesties en crisis zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Wij hebben dan ook voor de toekomst bestuurders nodig, professionals nodig, die dit soort vraagstukken, complexe vraagstukken kunnen overzien en strategische besluiten kunnen nemen. Daarom hebben wij samen met onze opleidingspartner Nijenrode de Executive Insurance Program ontwikkeld. De opleiding die start in mei. Het bestaat uit 10 modules en elke module is 2 dagen. En elke module heeft ook weer een ander onderwerp. Dan kun je denken aan risicobeheersing, veranderende klantbehoeftes, beleggingsbeleid, digitale transitie, innovatie en last but not least, er wordt ook aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. Het Verbond van Verzekeraars weet natuurlijk als geen ander wat er precies speelt in onze sector. En daarnaast hebben we Nijenrode, opgericht voor en door ondernemers. En die kunnen natuurlijk hartstikke goed die vertaling maken van de theorie naar de praktijk van de ondernemer. En zo hebben we een geweldige combinatie van praktijk en theorie. Kortom, het Executive Insurance Program is dé opleiding voor bestuurders en professionals die goed op de toekomst voorbereid willen zijn. En dat is nu urgenter dan ooit. Mooi om Richard zo te zien en te horen spreken over de co-productie, dit programma wat wij aanbieden. Ik zou graag nog even het unieke karakter willen benadrukken van deze opleiding qua vorm en inhoud. Te beginnen met de vorm. We hebben 10 modules die bestaan uit college-dagen, 2 college-dagen per module. En die college-dagen worden ingevuld door hoogleraren, experts uit de sector, praktijkdocenten en we hebben zelfs de toezichthouder van de AFM en DNB in ons programma. Zij maken gebruik van een aantal interactieve vormen om het leerproces op gang te helpen en te bespoedigen. En ik wil er een aantal heel kort even met jullie delen. De uitdagende werkvormen zijn voorbereidende literatuur en werkopdrachten, ten einde eigenlijk de diepgang van de colleges te bespoedigen. We bieden aan een grote diversiteit als het gaat om casuïstiek, waarmee we direct de koppeling leggen naar de praktijk. We hebben met de deelnemers discussies over best practices, over onderwerpen die van belang zijn. En we gaan in discussie met bestuurders over dilemma-sessies die de betrekking hebben op, nou, wellicht ogenschijnlijk onoplosbare problemen die we tegenkomen. Heel belangrijk is dat we ook ruimte creëren voor jullie persoonlijke reflectie en ontwikkelplan. En dat zullen we op gezette tijden doen tijdens het programma. En last but not least, we hebben de afsluitende theses die ervoor zorgt dat jullie voorbereiden, oordeelsvorming aanleren en uiteindelijk ook jullie theses zullen verdedigen ten overstaan van de groep. En dit is een duidelijk visitekaartje voor jullie in de sector. Kijkend naar de inhoud is het EUP een unieke opleiding. We leggen heel direct de link tussen de strategische veranderagenda, de bedrijfsvoering en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Ik gebruik daarvoor altijd de driehoek die we hier zien. En die gaat over verandering, bedrijfsvoering, persoonlijk leiderschap. En wat de deelnemers gaan ervaren in dit programma is het spanningsveld tussen de hectiek
en de dynamiek van de verandering. Aan de andere kant het feit dat de toezichthouder kijkt naar het prudentieel beleid wat gevoerd wordt, maar ook het financieel beleid door verzekeraars. En uiteindelijk ook de rol van de professional in dit proces. De metafoor die ik hiervoor altijd gebruik is: de winkel wordt verbouwd, hij is open voor klanten en jij als professional moet in de samenwerking met andere professionals leiding geven aan deze verandering. Benieuwd naar de inzichten op dit gebied die we met jullie delen, ik ga in gesprek met Yousry Mandour en Jessica Peters Hondelink. Welkom Jessica, welkom Yousry. Dankjewel. Voor we inhoudelijk beginnen over het programma, heb ik eigenlijk twee persoonlijke vragen aan jullie. En ik wil met jou beginnen, Jessica. Jij bent directeur hier aan Nijenrode. Je hebt veel ervaring met verandermanagement. Maar ik ben even benieuwd naar wat doet jouw hart kloppen als jij hier het Nijenrode complex op komt lopen? Ja, goede vraag. Het heeft denk ik te maken inderdaad met mijn achtergrond. Ik noem mijn alle bescheidenheid veranderkundige. Maar dan kom ik hier met al mijn ontzettend slimme en professionele collega's. En dan denk ik ook, ik heb nog zoveel te leren. Dus wat mij blij maakt is hier binnenkomen en verdieping te kunnen vinden op mijn vak. Ook op mij als mens en als leider. En aan de andere kant dat ik dus met klanten mag spreken over hun problematiek, over hun waagstukken. En dat ik daar collega's kan verzamelen waarbij we echt kunnen helpen. En ja, we zien gewoon na programma's die we samen doen dat we ook echt impact kunnen maken samen met onze klanten en partners. Nou, dus dat, dat maakt me erg blij om hier te zijn. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Yousry, jij bent strategy consultant. Ja. Je adviseert instellingen als het gaat over strategisch management en ook business development. Ja. Je bent auteur van een aantal boeken op het gebied van managementtheorie. Wat zorgt ervoor dat jij hier op Nijenrode binnenkomt? Ja, nou ik geef al een jaar denk ik of 7 ongeveer les hier op Nijenrode in verschillende programma's. En wat mij er heel erg aanspreekt is, ik kan me niet heugen dat ik ooit een keer een college heb gehad wat een kopie was van een voorgaande. Het is elke keer anders. En waar zit dat dan in? Het zit hem in de dialoog, de dynamiek die je in een groep hebt, die elke keer weer anders is. En dat is hetgeen waarvan ik zeg, ja weet je, dat maakt het ook juist zo interessant. Ook voor mij als docent, maar ik denk ook voor de deelnemers. In plaats van dat je eigenlijk van tevoren al bedenkt, nou dit gaan we doorlopen, zie je altijd weer dat er bepaalde, nou, of het nou theorieën zijn, ontwikkelingen of casuïstiek naar voren komt, nou, die je van tevoren niet had kunnen bedenken. En daar zit volgens mij de magie ook voor een stuk. Ja, mooi om te horen van jullie beiden dat jullie een groot trainingshart hebben. En dat is heel goed. Als we kijken naar de inhoud, ik noemde het spanningsveld tussen de strategische veranderingsagenda, de winkel openhouden, het toezicht wat de toezichthouder uitoefent op prudentieel bedrijfsvoering. En de andere kant de persoonlijke ontwikkeling, het leiding geven aan deze verandering. Hoe zien jullie dat, dat spanningsveld? Nou, ik denk dat is een cruciale driehoek die je daar volgens mij naar voren brengt, Gerben. En ik vind het heel leuk dat je ook met die metafoor komt van we moeten de winkel verbouwen terwijl die open is. Wat ik heel vaak in mijn college ook naar voren breng, en dat is een beeld wat ik ook vandaag heb meegenomen, dat is het beeld van de 7-mastige schoener. En dan denk je misschien 7-mastige schoener, het ging niet over een insurance programma. Ja, dat weet ik. En ik denk dat het een heel, heel mooi voorbeeld is. Want als je naar dat schip kijkt, dan denk je eigenlijk van, wat is dat eigenlijk voor een ridicule schip? Hè? Ik bedoel, 7 masten is zoveel nodig. Het interessante aan dit schip is dat er in de geschiedenis van de mensheid ooit maar 1 exemplaar van gebouwd is. En dat was niet omdat op het moment dat hij te water ging, dat hij meteen naar de bodem van de oceaan dook. Nee, hij voer prima. Maar er was iets anders aan de hand. Het schip is zo rond 1900 gebouwd. En al 50 jaar daarvoor was er een andersoortige oplossing gekomen. Iemand anders had de winkel verbouwd. Namelijk, er was een stoomtechnologie ontstaan.
En die had een aantal unieke voordelen ten opzichte van windenergie. Daar denken we nu inmiddels weer wat anders over, maar toen was dat zeker zo. Betrouwbaarheid, hè? Hoe laat kom ik aan met mijn schip? Dat men zei van ja, weet je, naar dat model moeten we overstappen. Nou, dan zou je zeggen appeltje eitje. En toch duurde dat nog 50 jaar voordat die transitie ging plaatsvinden. En toen bouwde men dit schip. Hè? En dan kun je zeggen van ja, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Hè? En als je daar nog eens dieper over nadenkt en een stukje geschiedenis kijkt, is het niet zo raar. Want schoeners hadden altijd 2 masten. Toen kwam er een mastje bij, meer productiviteit, meer snelheid, gingen we naar 3 masten. Toen ging je weer een mastje erbij. En dat was eigenlijk een heel succesvol businessmodel. En je ziet in heel veel sectoren, en ik denk ook in de insurance-industrie, dat wij heel lang willen blijven vasthouden aan het succes van het verleden. Want dat geeft ons veiligheid. Mm-hmm. Hè? We weten dat in het succes, we kunnen redelijk goed inschatten wat het succes gaat worden van de veranderingen die we doorvoeren. Terwijl zo'n stoomtechnologie, gaat dat wel werken? Ja. Hè? Vuur op zee, op houten schepen, moeten we dat wel willen? Er zijn 1000 redenen om het niet te doen. Ja. En ik denk dat die transitie waarvan je zegt van nou ja, laten we nou eens even die 3 masten van het schip eraf zagen, daar die stoomtechnologie in schroeven. En vervolgens, terwijl we met die operatie bezig zijn, nog steeds onze ritjes blijven varen. Dat is een hele ingewikkelde. Ja. En dat betekent dus ook dat je dan ook heel vaak ziet dat het hele systeem heel erg ingericht is op het vasthouden van het bestaande. Dat was toen ook zo. De rederijen die wisten hoe ze die schepen moesten veranderen. De bemanning wist hoe ze die schepen moesten aanpassen. Dus er was eigenlijk niet een stuwende kracht om het heel anders te gaan doen. En dan kan het zomaar gebeuren dat wij heel lang blijven vasthouden aan het bestaande. Is dat iets wat jij herkent, Jessica, in het verandermanagement? Dat we nog steeds 7-mastige schoeners bouwen terwijl de stoomboot en de stoomvaart al zijn opgang gemaakt heeft? Ja, dat herken ik zeker. En ik vind het ook wel mooi dat je zegt is om vast te houden aan het succes van het verleden. En ik denk dat ik daar nog wel aan toe wil voegen dat het ook wel is het vasthouden aan angst voor het verleden. En de beschermingsmechanismen die je daar tegen hebt opgebouwd, die laat je niet zomaar los. Nee. Dus als je wil veranderen is het ook goed om te kijken naar wat hou ik nog steeds vast, wat wil ik beschermen. Ja. Ja, jij trekt het even naar de hoek van de persoonlijke ontwikkeling, hè, die in die veranderdriehoek heel belangrijk is. Wat is voor jou nou eigenlijk een kerneigenschap die er vandaag de dag misschien nog aan ontbreekt, maar waar mensen toch wel aan moeten gaan werken? Ja, ik denk niet dat het een kerneigenschap die ontbreekt, maar dat we vergeten zijn om hem goed te gebruiken, omdat we afgeleid worden. En ik denk dat iedereen namelijk heeft geleerd te luisteren. Maar doordat we leerden luisteren, hebben we geleerd om te spreken. Maar toen we gingen spreken, kwamen we erachter dat we daar heel veel mee kunnen bereiken. En op een gegeven moment zijn we daar zo goed in geworden dat we af en toe wat minder goed zijn geworden in luisteren. Dus echt open luisteren. En wat ik daarmee bedoel is ook oordeelloos luisteren. Want je hebt in je leven allerlei ervaringen. En nogmaals, dat is vanuit ervaringen met succes wat jij vertelt, maar ook vanuit angst. Vanuit al je ervaringen neem je mee. En dat is ook goed, hè? Want een oordeelsvermogen heb je nodig. Ook als leider, hè? Je moet beslissingen kunnen nemen. Maar soms is het ook goed om heel even dat oordeel uit te stellen en echt open te luisteren. Wat is hier nu aan de hand? Ja, dus het is goed om te horen. Er is verandercapaciteit, maar we moeten wel goed luisteren. Want dat is vaak een beetje de barrière. Dat kan het zijn, ja. Ja. Yousri, jij hebt veel ervaring in het adviseren van organisaties, mm-hmm. in de brede zin des woord, veel sectoren. Ja. Zie jij verschillen tussen sectoren als het gaat over het verandervermogen of misschien wel ondernemerschap? Ja, dat zie je zeker wel. Maar ik heb ook wel het gevoel dat die verschillen worden uitvergroot. Want ik sluit wel heel erg aan wat Jessica nu ook zei, als we het hebben over de personen, die bepalen uiteindelijk de daadwerkelijke veranderingen. Het is niet zo dat je zegt, nou ja, de ene sector is van nature veel innovatiever dan de andere. Het wordt uiteindelijk bepaald door die mensen die in die sector actief zijn. Ik denk wel dat je kunt zeggen, als je het bijvoorbeeld over de financiële sector hebt, of in dit geval insurance in specifiek, dat je te maken hebt gewoon met heel veel wet en regelgeving, mm-hmm. waardoor het speelveld smaller wordt om veranderingen en vernieuwingen door te voeren. Tegelijkertijd, een van de basislessen vanuit creativiteit is, hoe meer beperkingen je hebt, hoe creatiever je uiteindelijk gaat worden. Dus in die zin vind ik het
te kort door de bocht om te zeggen van nou ja, weet je, in deze sector zie je veel meer innovaties dan in de andere. Wat wel zo is, is natuurlijk dat het altijd bepaalde sectoren zijn die heel erg de media-aandacht trekken. He, want het kan heel goed zijn dat er een heel innovatief bedrijf bezig is ergens in de back-office van een verzekeringsbedrijf of een financiële sector, waar we helemaal geen weet van hebben, omdat dat gewoon diep verstopt zit als B2B-oplossing. Ja. Nou, het is mooi dat je dat noemt, hè? De aandacht, de media-aandacht vandaag de dag gaat natuurlijk heel veel naar fintechs, ja. Start-ups, het is hip en booming. Is dat iets wat de verzekeringssector zeker ook mee gaat maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat kijkende naar wat ik heel vaak doe, is dat ik zeg van wat zijn nou de grote bewegingen die je ziet plaatsvinden in de sector, maar ook in de maatschappij. Hè? Dus wat zijn de grote golven? Als je het zegt van wanneer wordt iets een succesvol businessmodel, nieuw businessmodel, dat wordt het pas op het moment dat het aansluit bij een bepaalde golf die plaatsvindt. En of die golf nou digitalisering is, of het is aansluiten op andere maatschappelijke ontwikkelingen. Er moet ergens iets zijn waarvan uiteindelijk de gebruiker zegt, ja, dat lost voor mij een probleem op. Of dat sluit heel goed aan op de behoefte waar ik nu mee speel. He, dus bijvoorbeeld te zeggen, nou, we willen nu allerlei, in plaats van gebruik van spullen kopen, willen we nu veel meer gebruiken. Efficiëntie, digitalisering. Ergens moet daar een haakje komen. En in mijn ogen speelt dat net zo hard in de verzekeringsmarkt als bij wijze van spreken in de financiële markt. Dus ik denk dat die insurtech, misschien horen we daar nu nog wat minder van, maar dat is nog misschien... Dat gaat komen. Dat gaat zeker komen. Ja, absoluut. Ja. Zijn we daarop voorbereid als professionals? Heb je daar een idee over, Jessica? Ook misschien specifiek in de verzekeringssector? Ja, dat is de vraag. Want als verzekeraar doe je dat natuurlijk niet alleen. Je bent ook afhankelijk van, waar we het net ook over hadden, over wet en regelgeving. Dus de vraag is of we een holding space hebben gecreëerd waarin het enerzijds veilig genoeg voelt en anderzijds ook de uitdaging gevoeld wordt om dit aan te gaan. Ja. Dus durven we dit? Zien we de kansen? Ja. En, ik heb ook ooit eens les van jou gehad, Yousri. Daar gaf je ook heel duidelijk aan bij je businessmodel om goed te kijken naar je propositie. Wat bied je nou eigenlijk voor toegevoegde waarde voor de klant? Hè? Dus wat is nou de waardecreatie die je, dus als je van daaruit denkt, dus niet vanuit, ik denk niet dat het helpt om te zeggen, nou we gaan nu digitaliseren om het te digitaliseren. Exact. Maar dat je echt kijkt naar welk probleem lossen we op, welke waarde creëren we daarmee. En dat je dan gaat kijken, oh en hoe kan digitalisering daarbij helpen. Ja. Maar die focus op die klant en ik denk dat daarbij hoort ook vanuit je krachten, vanuit je purpose, waar je in gelooft. Om die twee bij elkaar te brengen. Ja, en als ik daar mag aanvullen, dat is wel heel interessant wat je daar zegt. Ik maak wel eens het onderscheid tussen wat men zegt. Aan de ene kant heb je een muggenbeet. Nou, een muggenbeet is vervelend, hè? Dat jeukt, maar daar kunnen we verder mee leven. En aan de andere kant van het spectrum een haaienbeet. Nou, een haaienbeet is wel heel wat serieuzer. En in mijn ogen wil je op het moment dat je wil vernieuwen, goed gaan nadenken van die waardepropositie waar jij het over hebt. Dus ik heb waar, in hoeverre zijn we nou bezig met het oplossen van een haaienbeet of zitten we op die muggenbeet? Ja. Want dat is wel een wezenlijk verschil. Zijn we nou echt een probleem aan het oplossen wat eerst wat pijn doet voor de gebruiker, voor de doelgroep? Of is het iets wat eigenlijk helemaal niet zo speelt? Ja. En daar goed bij stilstaan is denk ik een heel belangrijke. Ja. Nou, het is heel mooi dat jullie noemen, hè? Oplossingen voor cliënten, voor de maatschappij. Hè? We kunnen daarbij denken ook aan nieuwe risico's, denk aan klimaatverandering, hè? Die echt wel een uitdaging zijn voor de verzekeringssector. Is daar misschien de verzekeringssector een beetje een buitenbeentje in de zin van, Richard schetst het al een beetje, de strategische agenda is overvol. Er is veel druk en ik hoorde jullie net ook eigenlijk wel zeggen, er moet ook druk zijn voor verandering. Ja. Is dat hoopgevend? Ja, ik denk een ambitieuze en een drukkende strategische agenda van verandering. Ja, ik denk dat het haast niet anders kan. En ik heb dus zeg maar die sense of urgency. Dat is eigenlijk feitelijk altijd al een vertrekpunt voor verandering geweest. Wat wel zo is, is dat die sense of urgency, wanneer komen mensen pas echt in beweging, als het vaak 5 voor 12 is. Ja, ja. En dan is de vraag, is er nog wel voldoende ruimte om dan die olietanker, dat schip te gaan draaien?
En ik heb daar veel over nagedacht, veel over gesproken, ook met opdrachtgevers, met managers in bedrijven. En dat heeft ertoe geleid dat ik in het afgelopen jaar een boek heb geschreven met de titel De Strategie van de Kreeft. En dan zeg je van, joh, Strategie van de Kreeft, waar gaat dat nou eigenlijk over? Nou, dat gaat precies over dit onderwerp wat je nu aansnijdt. Want die sense of urgency is vaak al een te laat stadium. Dus ook als die strategische agenda overvol is, dan is nog de vraag van oké, maar voelen we hem ook echt? Ja. Voelen we hem nu al? Ja. En wat is nou het interessante van een kreeft? Een kreeft leeft al 250 miljoen jaar op onze planeet. Dat is dus al 25 miljoen jaar langer dan de eerste dinosaurus. Dus het is echt een overleven wat dat betreft. En er is iets interessants aan die kreeft, namelijk de manier waarop hij groeit. De manier waarop hij zich evolueert. Want wat is namelijk het probleem van een kreeft? Je denkt, ja, dat is gewoon een hard dier. Ja, groeit gewoon door. Maar dat is niet zo. Want zijn panzer is hard. Van binnen is hij zacht. En als hij gaat groeien, dan heeft hij een probleem. Want wat gebeurt er dan? Van binnen groeit hij door, maar dat panzer rekt niet mee. Dus hij zit vast in zijn jasje. Ja. En dat is een probleem. Dus wat is de oplossing? Hoe groeit een kreeft? Nou, heel simpel. Hij moet zijn panzer afwerpen. Nou, als je een panzer afwerpt, dat betekent eigenlijk dat hij op dat moment moet zeggen van nou ja, weet je, dan ben ik eigenlijk mijn beschermingsmechanisme ben ik kwijt. Mm-hmm. Dus datgene wat mij kracht geeft, dat moet ik loslaten op dat moment. En dat vind ik een hele mooie metafoor richting vernieuwingen van organisaties. Want heel vaak moet je zo'n fase door om echt tot die vernieuwing te komen. Ja. Het gaat niet zonder pijn. En het interessante daarvan, om ook daar iets over te zeggen, is van wanneer doet zo'n kreeft dat dan? Nou ja, heel simpel. Hij doet dat als zijn jasje knelt. Op het moment dat hij het gevoel heeft, ja, maar nu kan het niet meer. Mm-hmm. En dat maakt het voor organisaties en professionals en organisaties vaak nog moeilijker. Want voor organisaties en professionals is er altijd een reden om uitstelgedrag te vertonen. Mm-hmm. Zeg, ja, nu nog even niet. Misschien moeten we eerst nog even een onderzoekje doen. Ja. Misschien moeten we nog even een commissie instellen. Dus allerlei redenen om te zeggen, we stellen het nog even uit. En dat is denk ik een heel belangrijk aspect, dat we zeggen van wacht even, we gaan pas die verandering door op het moment, en daarom vond ik het heel leuk wat jij net ook zei, Jessica, over het echte gesprek aangaan, luisteren, oordeelsvragen, op het moment dat we zeggen, wij omarmen het gevoel van ongemak. Er zit iets in die strategische agenda, die klimaatdiscussie, noem maar op, een aantal elementen, we moeten daar wat mee. Ja. En we stellen dat niet meer uit. Ja. Ga ik even naar jou, ja. Jessica, we hebben het hier over die prachtige metafoor van de kreeft. Ja. Die moet groeien, maar het knelt. Ja. Hoe laten wij op Nijenrode kreeften groeien? Groeien. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat doen we eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Wat bij ons wel een heel belangrijk uitgangspunt is, is transformatief onderwijs. En dat wil eigenlijk zeggen dat we in onze programma's een eigen tijdse mix willen van zowel cognitief onderwijs als ook vormend, ervaringsgericht en co-creatief. Dus dat je ook echt in een community leert. Dus als je bij ons komt, is het niet zozeer zo dat je in je eentje daar binnenkomt, het programma staat centraal en jij gaat weg en je hebt iets geleerd. Wij willen echt in de breedte veranderen. Dus jij als mens, jij als leider, willen ook kijken naar wat is jouw bijdrage aan je organisatie. Ja. Hè, dus als je terugkomt van nou, hè, wat doe ik hier nu mee? Niet alleen maar leuk voor jou, maar wat betekent het voor de organisatie? Maar ook, en ik denk dat dat voor verzekeraars zeker interessant is, hoe draag ik bij aan het ecosysteem? Ja. Hè, dus hoe werk ik samen met mijn partners om maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Want die zijn er natuurlijk ook. Ja. Dus heel erg kijken naar de breedte van verandering. Welke impact is vanuit de wereld waar we nu in leven belangrijk? En hoe kan een programma daaraan bijdragen? Dus het programma is niet het doel, maar is echt een middel om impact te maken. Ja. En daarbij vinden we het heel belangrijk om hoofd, hart en handen in te zetten. Dus het hoofd, dat gaat echt over de cognitie, de kennis, de theorie. De handen gaat over de praktische toepasbaarheid. Dus enerzijds door zelf aan het werk te gaan en ook het geleerde toe te passen in het eigen werk en daarop te reflecteren. Als ook docenten uit te nodigen die uit de praktijk komen, naast de hoogleraren. En het hart gaat heel erg over voelen en over verbinding maken. Dus wat doe ik in relatie tot jou? En wat doe ik eigenlijk om deze verandering tegen te gaan? Zonder altijd maar te zeggen, het ligt aan de toezichthouder of het ligt aan de sector. Of wat doe ik eigenlijk om verandering te belemmeren? Ja. We hebben het heel erg sterk over, hè, als we het hebben over die verandering, over de professional. Ik heb ook altijd het gevoel van, ja, die professional die werkt natuurlijk ook met andere professionals. Hè. Dus
Kunnen we ook het element van de groepsdynamiek kunnen we die inbrengen? Wat is daar nodig in het kader van nou, de driehoek, het spanningsveld? Want daar zit natuurlijk niet alleen bij de persoon zelf, maar ook in de samenwerking in die organisatie zit spanning. Ja, nou Gerben, wat ik echt fascinerend vind als ik in een organisatie kom, is dat er vaak de vraag is van, we willen ander gedrag of wij willen een verandering en zij moeten dan veranderen. Maar als je echt open kijkt en open luistert, dan zie je vaak gedragspatronen of afspraken die er zijn gemaakt tussen mensen. Het gaat ook over wet en regelgeving die is geïnstitutionaliseerd, waarvan mensen eigenlijk zich niet meer afvragen wat is eigenlijk de functie daarvan. Mm-hmm. Dus waarom is die ooit in stand gekomen? Dat had ooit een goede functie, maar heeft die functie nog steeds? Hè, dus dan wordt er vaak naar de letter van de wet gehandeld en niet meer in de geest van de wet. Hè? Want het zou best kunnen zijn dat je dan iets anders kan gebruiken. En ik vind zelf altijd de parabel van de aap en de bananen een hele mooie. En dat gaat eigenlijk als volgt. Hè. Er zitten in een kooi 20 apen. En in het midden zit een ladder met een banaan bovenin. En een van die 20 apen die loopt de trap op om die banaan te pakken. En die denkt, nou, hartstikke lekker. Alle overige apen worden helemaal nat gespoten. Dus die aap die gaat snel naar beneden. Die denkt, nou, wat gebeurt hier? Even daarna denkt hij, nou, ik probeer het gewoon nog een keer. En weer iedereen nat gespoten. Nou, zo leert eigenlijk die aap, maar ook de groep om eigenlijk de banaan maar de banaan te laten. Mm-hmm. Nou, vervolgens wordt er een aap vervangen door een andere aap. En die nieuwe aap denkt natuurlijk, nou, ik ga lekker naar die banaan. Zo is het. Dus die loopt er naartoe, maar voordat hij die aap kan, of die banaan kan bereiken, wordt hij al door de anderen in elkaar gemapt. En hij weet niet waarom, maar hij denkt wel, nou, laat ik het maar niet doen. Dus op een gegeven moment zie je bij elke volgende aap dat het gebeurt. Maar wat nou opvallend is, dat zelfs die apen die nog nooit zijn nat gespoten, even hard meemappen als de andere apen. Nee. Op een gegeven moment heb je geen enkele aap meer die ooit heeft meegemaakt dat hij nat gespoten werd. En toch is het de neiging, iedereen weet, je gaat niet meer naar die banaan. Nou, en dat is dus gedrag wat ooit een functie had. En een hele belangrijke functie, hè, om je te beschermen. Maar die functie is er niet meer. Maar niemand heeft zich afgevraagd, wat is eigenlijk nu nog de functie? Ja. Dus wat ik altijd probeer te doen is niet zozeer te oordelen van dit gedrag is niet goed, maar wel om te zoeken naar wat was de functie oorspronkelijk en is die nog steeds functioneel? En zo niet, kunnen we dat ook op een andere manier doen. Ja. Het roept ook een beetje het beeld bij me op het vraagstuk van diversiteit. Want je hebt het over de apen, hè? Ze lijken op elkaar, maar ik heb ook wel het idee van als je nou denkt aan die persoonlijke ontwikkeling, iedereen heeft zijn eigen kernkwaliteiten. Ja. Zet die vooral in en ga niet, laten we zeggen, de tweede, derde, vierde, vijfde aap klonen. Ja. Zie jij dat in verandermanagement, dat essentieel ingrediënt is? Ja, nou ja, kijk naar het eigen directieteam. Hoe ziet het directieteam eruit? Hè? En dat is een directie, dat zit op alle niveaus. Maar in hoeverre is die diversiteit daar geborgd? Nog even terugkomend op waar we het net over hadden over wat jij zei, dat oordeelloos luisteren. Ik had het net over het gevoel van ongemak. Misschien ook nog een vraag voor de mensen thuis. Ik ben wel eens benieuwd, waar zit hun gevoel van ongemak? Hè, ten aanzien van datgene waar zij nu als professional mee bezig zijn. Dus misschien komt dat zometeen nog binnen. Maar om daarop door te gaan, is als je het zegt, dat gevoel van ongemak, dat los je alleen maar op door het werkelijke gesprek met elkaar aan te gaan. En te durven luisteren naar van, waar zit jij nou eigenlijk mee? Ja. Hè? En wat zit jou in de weg? Hè, wat is dan die brandspuit die er mogelijk is? En wat vinden we daar met elkaar over? De grap is, nou, het is eigenlijk geen grap, maar dat heel vaak dat gesprek onvoldoende wordt gevoerd. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen maar over dat gesprek voeren en naar elkaar te luisteren. Het gaat ook over, met wie zijn eigenlijk de gesprekspartners? Ja. Je had het net over het ecosysteem. Hè? Dat je zegt, nou wacht even, hebben wij alleen maar dit gesprek met de collega's? Of betrekken we daar ook andere partijen bij? Ja. Of hebben wij nieuw bloed in onze organisatie die we vervolgens in dat gesprek kunnen betrekken? Dat is denk ik heel belangrijk om nieuwe perspectieven en daardoor ook nieuwe paradigma's te laten ontstaan. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk. En daar hoort ook bij te durven experimenteren en anderswoordige oplossingen te zoeken. Waarbij je ook afspraken met elkaar maakt van, goh, wat is nou eigenlijk de doelstelling hiervan? Hè? Wordt dat meteen afgeschoten als dat niet lukt? Of zeggen het van, nee, het gaat ons juist om dat leereffect, om te kijken of wij andere wegen kunnen inslaan. Ja, nou, ja, diversiteit, dat is ook wel mooi, want het zit hem ook
volgens mij niet alleen in achtergrond of culturele achtergrond of man-vrouw. Of nee. Het zit hem ook in strategische diversiteit. Hè? Dus ben je een innovator of ben je iemand die je graag beheert? En hè, zoals wij altijd noemen, ik zeg altijd, ja, ik ben niet zo blauw. Dus daar irriteert iedereen zich ook altijd aan. Ik raak mijn afspraken kwijt. Maar dan organiseer ik mensen om me heen die dat wel heel goed kunnen. En daar ben ik ontzettend blij mee. En samen functioneren we goed. Ja. Dus diversiteit is heel breed. Dan spreek je ook wel regelmatig over beelders en shapers, hè, wat dat betreft. Ja. Hè? En dus jij zegt van, goh, in hoeverre, om terug naar jouw winkel te komen, in hoeverre hebben we nu mensen die heel goed op de winkel kunnen passen? Hè? Want dat is ook ontzettend belangrijk. Maar in hoeverre is dat in balans met mensen die de kwaliteit hebben om juist die winkel te vernieuwen? Hè? En als die balans ontbreekt, dan laat je kansen liggen, in mijn ogen. Ja. Wil je nog iets beeld schetsen van als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling op Nijrode? Hoe we dat hier gestalte geven. Ik noemde al net even eerder in het programma van we zullen regelmatig reflectiesessies hebben op het leiderschap, je eigen leiderschapsagenda die je ook gaat ontdekken. Als ervaringsfeit uit die spanning in die driehoek. Kan je een tipje van de sluier oplichten als het gaat over hoe we dat op Nijrode doen? Ja, ik denk dat reflectie hierin een hele belangrijke is. Hè. We hadden het net over luisteren naar de ander, maar het gaat ook over luisteren naar jezelf. Hè. Dus wat het leren weer voelen. Hè. Dus ik ben iets aan het doen en voelt dit goed. En die reflectie vindt ook op verschillende niveaus plaats. Dus enerzijds op het persoonlijke niveau. Dus dat je ook leert te reflecteren wat je doet. Hè, en dat je ook af en toe eens kan vragen, heb ik dit nou eigenlijk goed gedaan? Of had ik dit toch anders kunnen doen? En het tweede niveau is met elkaar leren. Dus dat je ook echt met elkaar kijkt van hè, wat is ons veranderen idee? Wat is het veranderen proces? En dan continu feedback loops inschakelen van zijn we nog op de goede weg en doen we nog de goede dingen? Ja. En het derde is ook, wat is nou eigenlijk de impact van wat we doen? Mm-hmm. He, dus dat is weer op dat niveau van dat ecosysteem, de maatschappelijke impact. Ja. Van is nou wat wij doen, draagt het nou nog steeds bij aan wat we uiteindelijk willen bereiken? En dat bouw je in door allerlei soorten werkvormen en dialoogsessies. Ja, nee, dat is goed om het ook te benadrukken, omdat het gewoon zo'n heel belangrijk onderdeel is van het programma. Je noemde het zelf al even, kennis is... is breed te verkrijgen, maar het gaat vaak natuurlijk over het hart, de inzichten en uiteindelijk het gedrag wat mensen in de praktijk gaan vertonen. En in die zin is het credo op Nijrode natuurlijk ook vandaag geleerd, morgen toepassen. En dat is het. En het is ook het leren in interactie. Want je leert ook met elkaar en van elkaar. Dit is een unieke plek om juist in interactie te kijken. Hey, hoe doe jij dat nou eigenlijk? Ja. Dus die community, dat community learning, dat is echt ontzettend belangrijk. Want inderdaad, kennis kun je overal halen. Kennis is overigens wel echt nodig, want die blijft zich ook ontwikkelen. Dus je moet ook continu op de hoogte blijven. Ja. Maar die kennis verrijken en toepassen, daar zit hem echt de crux. Ja, dat herken ik wel. In heel veel programma's waar ik een bijdrage mag leveren, dan zie je eigenlijk ook dat de deelnemers elkaar ook challengen. Hè? Mm-hmm. En dat ze dus in teams werken. En we hadden het net over dat verse bloed. Dan krijg je dus ook andere perspectieven van collega's die bij andere organisaties werken. Of die net even ergens anders in de keten actief zijn. En dat verrijkt enorm. En dat geeft een veel breder blikveld dan dat je dat helemaal in je eentje zou doen. Ja, ja, absoluut. Wat we vaak noemen, hè, leren van je peers. Ja. Is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En daarom zeg ik ook, hè, we hebben dilemma sessies, maar we hebben ook gewoon heel erg zijn we gericht op best practices. Iedereen met zijn eigen ervaring vanuit een andere organisatie brengt toch een ander beeld in. En misschien ook wel een andere oplossing voor bepaalde vraagstukken. Want waarom word je eigenlijk zo enthousiast van het programma? Ja, enthousiasme van het programma is eigenlijk waar we het hier over hebben. De druk is groot om te veranderen. Mm. En mijn ervaring is zelf, ik zit al 30, 35 jaar in de financiële sector, in de banken, bij banken, pensioenfondsen, ook bij verzekeraars gewerkt. Maar ik eigenlijk al 30 jaar lang gemerkt heb, die verandering is zo moeilijk. Ja. En dat is natuurlijk niet uniek voor die verzekeringssector, het is niet uniek voor die financiële sector. Maar daar een bijdrage aan leveren, daar gaat mijn hart van kloppen. En dat is mijn ambitie. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben begonnen in de financiële sector als een specialist. En dat is volgens mij nog de grootste barrière om te veranderen. Want dan ben je toch wel heel erg veel, misschien met detail bezig. Ook soms nog wel een beetje aan het micromanagen. Terwijl het natuurlijk gaat over de grote vraagstukken. En daarom noemde ik het net ook even. Het gaat niet alleen over jezelf, maar ook de interactie met die anderen. Ja. Je doet het samen. Ja. En de metafoor van de apen, die spreekt denk ik voor zich.
Maar ook de metafoor van de zevenmastige schoener. Ja. We blijven toch maar doorgaan met datgene wat we gewend zijn. En daar een bijdrage aan leveren om dat zichtbaar te maken. En mensen daar ook laten ervaren dat het anders kan. Zie ik als een hele dankbare opdracht. Mooi. Ja. We hadden het even over uitstelgedrag. Ja. Toch even die zevenmastige schoener. Ja. Zou je een paar, laten we zeggen, concrete voorbeelden van gedrag kunnen noemen die jij gewoon vaak toch in organisaties tegenkomt, die gewoon wijzen op gebrek aan ondernemers. Wat ik heel vaak hoor op het moment dat ik, zeker ook in directiekamers, wat ik heel vaak hoor op het moment dat we dan bezig zijn met een team om aan business development te werken en dus eigenlijk nieuwe ontwikkelrichtingen neerzetten, wat er dan vaak wordt teruggeworpen. Mijn ervaring is dat, dan zeggen ze, Yousry, dat is goed en dat is interessant. En voor mij is dat een mooie denkrichting die jullie nu aanreiken. Maar weet je wat wij eerst zouden moeten doen? En dan komt-ie. De basis op orde krijgen. Ja. Ja? Ja. Want als je een huis gaat bouwen, dan begin je bij de fundering. Ja. Hè? Ja. Want als de fundering niet goed staat en je gaat dan al de verdiepingen neerzetten, dan dondert het hele zootje in elkaar. En dat is een waarheid als een koe natuurlijk. Hè? En ik had het net al over dat die balans tussen builders en shapers. En dan, daar is heel duidelijk de builder aan het woord. Hè? Degene die op de winkel wil passen. Ja. En die zich ook misschien wel terecht zorgen maakt over, jongens, doen we wel hetgeen wat goed voor ons is. Wat ik heel vaak dan terugwerp is van, jij zegt het fundament moet op orde zijn. Dat snap ik, de basis moet op orde zijn. Maar over welke basis hebben we het nou eigenlijk? Hebben we het nou over de mogelijke paalrot van ons bestaande fundament? Mm-hmm. Of zijn wij bezig met de nieuwe heipalen voor ons nieuwe gebouw? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een beetje binair om dat zo neer te zetten. Maar dat zet het wel heel erg scherp. Want 9 van de 10 keer gaat het over het in stand houden van wat we nu hebben. Ja. Vanuit een stuk angst om dat te verliezen. Omdat daar ook het verdienmodel zit. Ja. Terwijl de maatschappelijke opgave of de grote bewegingen er ons toe eigenlijk dwingen om juist naar dat nieuwe fundament, al het nieuwe fundament te gaan werken. Ja. En dat is wat ik heel vaak zie. En ik vind het heel goed om daar met elkaar eerlijk het gesprek over te voeren. Want dan gaat het ook over van, hoeveel resources gaan wij allokeren voor die twee uitdagingen die we hebben. Ja. Want het moet tegelijkertijd. Ja. En ik had pas geleden had ik met een concreet voorbeeld een directeur van een woningcorporatie, had ik een gesprek en zij zei eigenlijk, dat verhuren van woningen, dat doen we nou 100 jaar, dat kunstje zouden we nou toch wel een beetje moeten kennen. Ja. Sterker nog, ik vind dat we dat elk jaar een procentje efficiënter moeten kunnen dan het jaar daarvoor. Met alle digitaliseringsslagen die daar plaatsvinden. Laten we nou eens dat procentje wat we daar winnen, laten we dat eens nou eens gaan allokeren voor dat nieuwe fundament. Nou, ik denk dat je in de verzekeringssector een soortgelijke spelregel ook zou kunnen bespreken met elkaar. Ja. Van hoe zorgen we nou voor dat we echt serieus gaan werk maken van die vernieuwing. Ja. Jij noemde net even heel kort succesvolle businessmodellen, waar je ook mee bezig bent. Nou, je hebt zelf, geef je aan van, ik hoor toch vaak van, de basis eerst maar op orde. Want dat is natuurlijk een defensieve move. Ja. Wat zie jij als een, laten we zeggen, inspirerende slogan om juist dat verandervermogen wel op gang te krijgen? Heb je daar voorbeelden van? Nou, weet je, kijk, het grappige is, een slogan vind ik lastig hoor, maar het grappige is, als je met mensen in de organisatie gaat praten, dan willen ze dit allemaal. Weet je, bijna iedereen wil dit. Hè? Ja. Dus ergens zit er een blokkade om toch te zeggen van, we stellen dat toch nog maar even uit. Ja. En wat ik vaak goed vind werken, dus dat is niet een slogan, maar wel een aanpak waar ik heel erg in geloof. Ik had het er straks over dat gevoel van ongemak. Dat is heel belangrijk, want daarmee zeg je van, wat is nou hetgeen wat ons drijft? Het kan een bepaald schuldgevoel zijn of een schaamte. Of denk je, we moeten toch veel beter die klant kunnen bedienen. Hè? Dat soort gevoelens, die kunnen een hele krachtige katalysator zijn voor vernieuwing. Maar om dat te combineren met een wenkend perspectief. Ja. Dus dat je eigenlijk zegt van, maar als jij het nou schetst, dat verzekeringsbedrijf anno 2025, hoe ziet het er dan uit? Waar geloof jij dan in? Mm-hmm. Wat is dan anders dan vandaag de dag? En daar komen vaak hele mooie verhalen uit. En dan zeg je van, waarom gaan we daar niet gezamenlijk op die reis? Hè? Ja. Waarom gaan we daar niet aan werken? Ja.
En dan niet onderschattend met alle beren die op de weg zitten. Maar het begint bij een combinatie van ik wil dingen veranderen vanuit een gevoel van ongemak. En ik ga dat koppelen naar die situatie waar ik naartoe wil gaan. Dat wenkend perspectief. En dat is dus wel heel belangrijk, ook vanuit het kader, het management, om dat wenkend perspectief, om dat te delen met de organisatie. Ja. En organisaties die dat goed doen, die maken stappen vooruit in mijn ogen. Ja. Zie je dan ook dat kleinere organisaties daar misschien wat succesvoller in zijn dan grote? Want daar is dat makkelijker voor. Makkelijker. Het is makkelijker, omdat de lijntjes korter zijn natuurlijk. Hè? Dus ik heb in die zin, die zitten vaak dichter op wat ik noem de bedoeling. Zij zitten dichter op de bedoeling van, je had het straks over de purpose, van waarom werken wij elke dag? Wat is eigenlijk hetgeen wat wij voor onze cliënten willen bereiken? Terwijl op het moment dat een organisatie groeit, dan wordt die purpose nog wel eens verwaterd. Door je zegt, ja, maar wacht even, het gaat veel meer om het systeem in stand te houden. Ja. Nou, dat is ook weer een beetje een zwart-wit redenering, maar die dynamiek zie je vaak wel ontstaan. En dan is het gesprek van hoe komen wij weer terug bij die bedoeling? Ja, heel goed. Ja, en wat ik ook wel sterk vind, ook wat jij net zegt, hè, er is dus een, als je aan die verandering gaat werken, ga je nou aan die paalrot, ga je dat oplossen of ga je helemaal nieuw fundament bouwen? Hè? Dus dat is ook het onderscheid tussen verbeteren en echt transformeren. Ja, absoluut. En wat ik heel vaak zie gebeuren is dat er geen tijd wordt genomen om echt het verander idee in beeld te brengen. Hè? Of er wordt meteen in het verander proces gestart of er worden prachtige plannen gemaakt om te doen. En wat ik nou echt belangrijk vind in veranderopgaven is dat je echt even goed kijkt naar wat is nou het verander idee. Dus dat begint met het waarom. Ja. Hè? Dus wat is eigenlijk de aanleiding? Hè? Is het die angst of is het vasthouden aan wat je dat wil je loslaten? Of zie je kansen voor vernieuwing? Hè? Dus wat is je belofte voor waardecreatie? Waarom wil je veranderen? En anderzijds ook het wat. En het wat zit hem veel meer in het organisatiekundig ontwerp. Hè? Dus wat is het verschil in structuren, cultuur, onze mensen in systemen? Waar zit die gap? Hè? Dan heb je het wat. Dan heb je het verander idee. En dan weet je ook, gaat het nou over verbeteren of gaat het over echt transformeren? Want je verander aanpak moet je echt aanpassen op wat voor soort verandering is het. Want als het gaat over vernieuwen, kun je heel goed met een blauwdruk aanpak. Dat gaat echt over planmatig veranderen en dan gaat het over het implementeren van een plan. Ja. Terwijl als het echt gaat over transformeren, ja, dan zul je echt moeten nadenken over andere manieren van veranderen. Dus wat worden je veranderinitiatieven? En wat is ook jouw eigen rol daarin? Ja. Met wie ga je het samen doen? Hoe zitten mensen in die verandering? Dus het is zo goed om eerst even stil te staan in wat willen we eigenlijk veranderen? En dan te kijken, hoe gaan we dat dan doen? Maar continu terug te gaan naar waarom deden we dit ook alweer? Want ook dan kan de verandering een doel op zich worden. Ja. Terwijl ook die verandering kan op een gegeven moment toch ook bijgesteld moeten worden. Ja. We hebben vragen, hè? Ja, ja, we hebben vragen van publiek. Maar ik heb zelf ook nog even inhakend op wat je zegt, die vernieuwing. Hoe zit dat op Nijenrode? Ja. Hoe zit dat? Nou, dat is wel een leuke vraag. Want ik ben nauw betrokken geweest bij de nieuwe Nijenrode-strategie. En daar zit ook verandering in. En vanuit de purpose die we hebben en al hadden, hè, Serving Society by Shaping Responsible Leaders. Dat blijft ook onze purpose. En wij vinden het heel belangrijk om onderwijs niet als doel te zien, maar echt als een middel om maatschappelijke impact te maken. En om onze deelnemers en onze klanten te helpen om dat te doen. Met transformatief onderwijs, met lifelong learning. Hè, dat je niet mensen loslaat van diploma of leuk, je hebt een certificaat. En dat was het. Nee, wat kunnen we op dit moment in jouw fase, in jouw leven voor je doen? En het andere belangrijke aspect is die community building. Nou, we zijn van oudsher, hebben een sterk alumni netwerk. Maar we kunnen daar nog veel meer mee doen. Hè? Dus echt contact houden met die klant. En wij kunnen ook nog veel met digitalisering. We hebben door COVID hebben wij natuurlijk versneld moeten digitaliseren. Mm-hmm. Maar als ik zie, anders had het misschien wel veel langer geduurd. En nu zie je dus dat we enorme stappen hebben gemaakt in zowel online modereren als ook het herontwerpen, didactisch van programma's. Want je kan niet zomaar een programma transporteren naar online. Het vraagt echt een andere didactiek. Dus die verandering is in volle gang. En we durven nu ten volle blended programma's aan te bieden. Ja. Terwijl dat een jaar geleden denk ik nog niet zo was. Dus die verandering is wel, door wat jij net ook zei, het is urgentie geweest. Ja. Het kon eigenlijk niet anders. En nu ben ik daar ongelooflijk blij mee dat alhoewel de aanleiding natuurlijk niet zo leuk is. Ja. Maar het effect is wel
Nee. En even over dit programma. Hè. Er is een raad van advies die voor dit programma aangesteld hebben. Praktijkmensen, ook op hoog niveau in de sector, die daar deel aan nemen. En je hebt het over die vernieuwing. Je bent natuurlijk zelf altijd aan het vernieuwen. We hadden het even over diversiteit, de outside in-view. Ja. Hoe zie jij, hè, we hebben andere voorbeelden van andere programma's die ook met een raad van advies werken. Wat is jouw ervaring met een raad van advies? Het grappige is, toen ik net ging werken, vond ik dat soort gremia heel vervelend. Want dan kreeg je toch maar moeilijke vragen. Mm-hmm. Maar ik merk nu ik ook wel weer iets ouder ben, dat ik denk, ik krijg daar zoveel inspiratie en zoveel. En die moeilijke vragen maken mij en mijn programma's zoveel beter. Ja. En met name als het ook mensen zijn uit het vak. Mijn achtergrond is dan veranderkundige. Ik ben geen verzekeringsagent of bestuurder. Dus je hebt echt een raad van advies nodig om je echt te scherpen op wat is nu precies die vraag en die uitdaging waar we mee spelen. Ja, we krijgen wat vragen binnen en dat zijn toch een aantal praktische vragen over niet zozeer het onderwerp, maar de opleiding. Ja. En als ik ook even kijk naar de klok, dan denk ik dat we daar ook zeker even aandacht aan moeten besteden. En ik loop ze maar even door. We hebben ervaring in de verzekeringssector. Zeker. Richard noemde, hè, we zijn een partner, hè, samen Nijrode, ja, en het Verbond van Verzekeraars. En de vraag is ook hoe deze opleiding zich verhoudt tot het deskundigheidsbevorderingsprogramma, het PH-programma, wat we ook samen met het verbond hebben opgezet. Ja. Heb je daar een idee over? Ja, ik denk dat dit echt, de naam zegt het al een beetje, het Executive Insurance Program. Dus het zet iets meer de bestuurlijke vraagstukken ook centraal. He, dus hoe kun je een organisatie ook besturen en meekrijgen? En deskundigheidsbevordering, dat zegt ook wel, dat gaat over je deskundigheid. Ja, dus, het is, ja. Dus sommige onderwerpen kunnen overlappen, maar het heeft een heel ander perspectief. Ja. Dus je kijkt met een andere oog naar die vraagstukken. Ja. En als programmamanager kan ik daar ook aan toevoegen, het is veel breder. Hè? Dus waar we natuurlijk mee beginnen is de grote veranderagenda voor de sector. Het tweede module gaat over de klant centraal stellen. En dat gaat over die purpose, hè? Misschien wel je license to operate, die ik af en toe mensen hoor wel eens horen zeggen. Die natuurlijk heel, heel belangrijk is. En vervolgens gaan we in op, in de brede zin des woord, het verzekeringsbedrijf. En of dat nou beleg is of balansmanagement, wet en regelgeving. Noem dat maar een stukje kennis, om uiteindelijk ook, hè, verandermanagement op basis van de kennis die je hebt, te werken aan hart en handen, zoals jij dat zo mooi noemde. Dus in die zin een veel breder programma, niet alleen qua, hè, laten we zeggen, de meer professional die aan de beslistafel zit, maar ook in de brede zin des woords. Ja. Het is een geheel nieuwe opleiding, maar we hebben veel ervaring als het gaat over de pensioensector. Ja. Een vergelijkbaar executive pension program, wat we al voor de 15e, 16e keer nu runnen. Ja. Kun je daar iets over vertellen, over wat daar de feedback is op dat programma? Het is vergelijkbaar, maar dan toegespitst op de pensioensector. Ja, de pensioenfondsbestuurders. En wat je daar ook ziet, is dat het programma ook gelijk opgaat met het pensioenvraagstuk wat nu speelt. Hè, op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Dus het is continu aanhakend op de vraagstukken die er op dit moment zijn ten aanzien van de pensioensector en het nieuwe pensioenstelsel. Dus er zijn ook echt momenten dat de groep, de community weer bij elkaar komt om zich over die kwestie te buigen. Dus het is meer dan alleen leren, hè, van de theorie, maar ook van elkaar. En hoe kunnen wij met elkaar, nu we elkaar toch kennen, toch een bijdrage leveren om dat pensioenstelsel beter te maken. Ja, heel goed. Ja, het heeft ook die netwerkfunctie, hè, die je ook aanhaalde, de alumni-gemeenschap. Het is een nieuwe opleiding, maar we hebben veel ervaring. Nieuw voor de verzekeringssector. De vraag is ook of het programma gericht is op professionals die al werkzaam in de verzekeringsmarkt zijn. Ik zou zeggen als programmamanager niet per definitie, maar je zult er veel tegenkomen. En misschien dat de vraag ook een beetje aansluit op de noodzaak van die diversiteit. Ja. De outside in-view. Het zou toch ook wel heel mooi zijn als mensen de ambitie hebben om in deze verzekeringssector als professional of als bestuurder een rol te vervullen. Dat ze deze opleiding ook en met hun eigen expertise opleiding volgen en die expertise ook inbrengen. Zeker, ja. Dus dat is het antwoord op die vraag. En dan denk ik de laatste vraag, ook een hele praktische over de opleiding. Of er voorwaarden zijn voor deelname. En dat gaat ook in de vooropleiding.
Nou, die is eigenlijk gewoon heel simpel. We hebben voor elke deelnemer aan elk programma hebben een intakegesprek. Ja. Waar we testen of het programma aansluit bij de ontwikkelbehoeften van de persoon. Of die het niveau ook aan kan. En in zijn algemeenheid ja, kunnen we zeggen, het heeft een academisch niveau. Waarbij toch veel al minimaal, laten we zeggen, hbo-niveau niet vereist is. Maar vaak toch wel het minimumniveau is voor deelname. Dus academisch, maar ook heel praktisch. Daardoor misschien niet puur academisch, maar alweer wat meer hbo-gericht, praktisch gericht. Ik denk dat dat ook die vraag beantwoordt. En ik kijk nog even of we nog aanvullende vragen hebben. Ik geloof het niet. Nee. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het niet een opleiding is waarin je gaat zitten en consumeren. Ja. Er wordt echt wel een actieve bijdrage gevraagd. Vandaar ook dat die intakegesprekken belangrijk zijn. Dus in hoeverre ben je ook bereid om jezelf mee te nemen en jezelf te ontwikkelen? Ja, dan komt de laatste vraag die komt binnen. Als je alleen maar ICT-manager bent en geen bestuurder, is dit een opleiding voor mij? En ik zou bijna zeggen, dit is een opleiding bij uitstek. Ja, want die professional, ik gaf het zelf al even aan, begin van mijn eigen loopbaan, die zit toch wel op detail, misschien wat meer in een onderdeel. En wat we hier aansnijden is toch wel een hele brede opleiding, die er ook voor zorgt dat je, als je aan die beslistafel zit, ook inzicht hebt in het kernbedrijf, de kennis hebt van bredere zin, niet alleen maar ICT, en daar eigenlijk een bijdrage aan kunt leveren. En wat heel belangrijk is, ik noemde in de eerder al even de thesis, het is een beetje ook de proef van bekwaamheid, de afsluiting van de opleiding, maar het is ook een oefening in, ik noem het altijd maar zo, zelfstandige oordeelsvorming, over een onderwerp dat je na aan het hart ligt. En je moet mensen overtuigen op basis niet van academisch onderzoek, maar van argumenten. Ja. Dus het is ook een oefening in argumenteren. Dus die oordeelsvorming en argumentatie in de brede zin des woords, die komt ook zeker een ICT-manager van pas met zijn achtergrond, als hij zich verder wil verbreden in deze sector. Maar ik vind het wel een opmerkelijke vraag, hè? Want ik zou bijna zeggen, joh, het kan toch niet waar zijn dat er geen ICT-kennis aan tafel is in deze opleiding, kijkende wat er allemaal op de sector afkomt. Zeker. De kernfunctie. Ja, exact. Dus denk niet alleen maar van wat mis ik nou eigenlijk, maar juist wat breng ik mee. Exact, ja. En dat is denk ik heel veel. Ja, ben ik het helemaal mee. Nee, terecht dat je dat zegt, want het is ook een aparte module. Hè? Dan gaan we het over digitalisering hebben. Ja. En alles wat erbij komt kijken. En daar is zeker ook de ervaring van een ICT-manager in termen van je leren van je peers ook een hele mooie bijdrage. Dus ja, ik zeg ook altijd maar zo, je komt niet alleen halen, maar je komt ook brengen. Zeker, zo is het in deze opleiding. Ja. En dat brengt mij, ook kijken naar de klok, dat brengt mij eigenlijk bij het einde van deze sessie. En ik wil jou, Jessica Yousri, wil je graag bedanken voor je toelichting, de heldere uiteenzetting, maar ook de inspiratie. En ik hoop ook dat dat geldt voor de deelnemers. Mochten jullie nog meer informatie, concrete informatie willen hebben of recente informatie, dan verwijs ik jullie naar de website www.nijrode.nl, waar jullie verdere informatie kunnen vinden. Ik heb begrepen, jullie hebben inmiddels de brochure ook ontvangen. En uiteraard hoop ik jullie in mei te mogen ontmoeten bij de start van dit nieuwe programma. Zo is het. En dat zou heel mooi zijn. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd, uiteraard. Ja. En voor nu wens ik jullie een fijne voortzetting van de dag. Dank je wel.